Hij vertelde mij altijd dat hij in Japan wakker werd met zijn kimono die vastgevroren was, omdat het vriesde in zijn kamer. En dat hij 's morgens vroeg ging lopen met de Japanners en dat hij werkelijk huilde van de pijn, omdat dat bijna blootvoets was in een echt onverbiddelijke omgeving. Dat is sport, dat is afzien, dat is wat Robert beter dan de anderen kon. Hij kon zijn pijngrenzen verder verleggen dan de anderen. En dat is het teken van de grote kampioenen.